Wim, welkom in ons programma Voor de Raad. Dag Rob. Je bent voorgedragen door Vincent Zwijnenberg, want die vond eigenlijk dat jij in de coronaperiode toch heel coöperatief was. En dat jullie wel fijn hadden samengewerkt. Nou, vandaar dat hij zei van Wim Maassen, die mag de volgende keer op die stoel zitten. Maar het is inmiddels een andere stoel geworden. Maar... Ja. Dus bij deze. Dankjewel. Ja, Wim, kan jij in kort uitleggen wie jij bent? Of tenminste, even een, zo van 0 tot 40, even zo boem. Nou, van 0 tot 40, dankjewel. Ik heb 60 op de teller staan. Nee, oké. Dus ik voel me Brabander, alhoewel... Limburg en Roermond mij natuurlijk het meest aan het hart gaat. Mijn wiegje stond in Doorwerth, dat is een dorpje aan de rand van de Veluwe, heel mooi. Op mijn 12e heeft mijn vader met een nieuwe baan wijze besluit genomen om in Brabant te gaan wonen, in Rosmalen bij Den Bosch. Daar heb ik de middelbare school gedaan met veel plezier. Mijn beste vrienden, een stuk of 5, 6 die ik heb, komen daar vandaan. Ik heb ook veel muziek gemaakt in die tijd. Eén waar ik ooit muziek mee heb gemaakt, heeft hier onlangs in de AC nog opgetreden, Erik Vloeimans. Dus met veel plezier denk ik daaraan aan terug. HBO gedaan in Tilburg, terwijl ik nog thuis woonde. Toen mijn eerste baantje in Sittard, 3 jaar. Toen ben ik mijn vrouw tegengekomen en heb ik nog 3 jaar in Aken gewoond. Terug naar Den Bosch. En in 1995 kon ik directeur-manager van het arbeidsbureau worden hier in Roermond. En ben ik toen met mijn dochter naar Roermond verhuisd. Mijn jongste dochter, nummer 2, is hier in Roermond geboren. En met veel plezier. Dus ik woon nu ruim 25 jaar met heel veel plezier en heel veel trots in de stad Roermond. Ja, maar wat heb jij gestudeerd? Ik heb Academie Mensenarbeid gedaan, die bestaat nu niet meer. Dat is op het terrein van personeel en arbeid. En ik heb in 2011 tot 2015 nog een masteropleiding bedrijfskunde in Amsterdam gedaan. Dus vlak voordat ik de politiek indook, heb ik dat nog afgerond. Ja. En toen de politiek, hoe kom je in aanraking met de politiek? Nou, ik heb eigenlijk op de achtergrond altijd al iets gedaan in de politiek. Altijd al lid geweest, ook bij een van de voorgangers, de EVP. Een heel klein partijtje van een van de voorgangers van GroenLinks. Altijd wat in bestuur gedaan. Ik heb ook een tijdje tijdelijk gefunctioneerd als voorzitter van de afdeling GroenLinks in Roermond. Want toen ik bij het arbeidsbureau kwam werken, was Tof Tisse hier nog prominent in beeld. En dat, daar heb ik heel veel respect en bewondering voor. Wat hij toen de tijd allemaal voor elkaar gebokst heeft en wat hij ook als mens uitdroeg. Dus meer op het bestuurlijk vlak, maar je hebt het ook in de andere interviews het al naar voren gekomen en de kijker weet het ook dat GroenLinks van 2 naar 4 en naar 7 zetels is gegaan. En vandaar dat ook wat mensen die niet helemaal bovenaan op de lijst stonden de kans kregen. Helaas ook door ziekte van Josette Tisse onder andere. En toen ben ik bij de vorige raadsperiode, 1,5, 2 jaar voor het eind, als vervanger begonnen. Fractievoorzitter geworden 1 jaar voor de verkiezingen van 2018. Ja, in 2018 zijn we maar liefst van 4 naar 7 zetels gegaan. En mag ik nog steeds het fractievoorzitterschapshamertje hanteren met een hele grote fractie, de tweede fractie van de gemeenteraad in Roermond. En was dat een verrassing dat jullie 7 zetels hadden? Dat het er 7 zouden worden, dat overtrof wel onze verwachtingen. Dat we al een grote partij waren geworden en ook zouden blijven, dat had ik wel rekening mee gehouden. Omdat ook de mensen in Roermond zien natuurlijk dat er op het terrein van sociaal en groen en duurzaamheid het een en ander moet gebeuren. Op het gebied van economie was Roermond natuurlijk al heel actief. En ik denk ook dat voordat ik in de raad stapte, de voorgangers, Kees Mooijzon bijvoorbeeld, Marianne Smitsmans, Tof Tisse, die hebben natuurlijk ook al de pijlers neergezet wat GroenLinks ook in de lokale politiek kan betekenen. En vooral ook Marianne Smitsmans, tot op de dag van vandaag, ja, die zet prestaties neer en die realiseert zaken waar
ook mensen die misschien van oorsprong en ook landelijk niet op GroenLinks stemmen, toch zien dat, dat deze partij voor Roermond echt essentieel is en een hele waardevolle aanvulling is op het politieke spectrum. Ja, ja, wat natuurlijk wel opvallend was bij die verkiezingen en de uitslag daarvan, is dat jullie broeders in arm, dat die verdwenen. Ja. Je bedoelt de Partij van de Arbeid, ja. Onder andere. Ja, dat vinden we ook heel jammer. Ze verdienen het ook, hè? Ook omdat bijna sinds mensenheugenis de Partij van de Arbeid altijd lid is geweest van de Raad. Dat die ook terugkomen. Hè? En wij vinden het ook prima dat ook meer mensen of meer partijen in vanuit hetzelfde spectrum van ons ook weer deelgenomen. Want ik ben ervan overtuigd dat ze ook weer zullen terugkeren in de Raad. Ja, ik heb dat tegen jouw collega's ook wel eens gezegd van, zou het niet eens tijd worden dat er één linkse partij in Roermond komt? Als het gaat over één linkse partij, er zijn natuurlijk nog heel veel partijen in het politieke spectrum. En of dat nou allemaal zo goed bij elkaar past, hè, dat is natuurlijk even de vraag. Het is best een item, denk ik, waar we de komende 4 jaren serieus over ja. kunnen nadenken. En ja. We hebben ook warme contacten met partijen, de Partij van de Arbeid, maar ook D66 natuurlijk, omdat die van nature ook al dicht bij ons staan. En ja, wat mij betreft gaan we in de samenwerking, die misschien zelfs nog wat intensiever kan zijn voor de komende periode, door. En wie weet tot wat voor moois dat nog kan gaan leiden. Ook landelijk loopt die discussie natuurlijk. Ja, nee, ik wou even naar gisteren kijken op het nieuws en toen dacht ik van, ja. Goh, ik heb wel, voor de verkiezingen heb ik zelf gezegd, stel nu voor in het meest mooie geval dat de SP, GroenLinks en de PvdA voor de verkiezingen één lijst. Dan zou jij erop stemmen? Dan zou ik absoluut op stemmen. Maar dan had je de meerderheid, dan kon je zelf de regering vormen. Ja. Ja. Nou, over de meerderheid gaan halen. Zeker, met 3 partijen haal je de meerderheid. Daar kunnen we hele discussies over voeren. Maar wat mij betreft inderdaad zijn er partijen die nu intussen wel veel op elkaar lijken. En de versplintering is niet alles. En dat zien we natuurlijk ook in de Roermondse gemeenteraad met heel veel kleine partijtjes. En dat risico lopen we natuurlijk in 2022 ook. Hè? Ja. Ik hoor geluiden dat de Partij van de Dieren ook in Roermond mee gaat doen. Ja. Die geluiden hoor ik. Ja, voorkom versplintering en stem GroenLinks zou ik zeggen. Dus, ik woon niet in Roermond, maar goed. Wim, dat brengt mij eigenlijk een beetje bij die coalitie, hè, zoals die nu is. Dat geeft nogal wat ruis en rumoer en vergaderingen tot 1:30 in de nacht. En bedoel je de raad of de coalitie? Ik denk dat je de raad bedoelt. Nou ja, dus de coalitievorming die leidt ertoe dat dit soort dingen eigenlijk zo lang gaan duren, omdat iedere fractievoorzitter zijn woordje gaat doen enzovoorts. Hoe zie jij dat? Je hebt het nu over het lokale niveau. Ja, ja. Ja. Nou ja, goed, laat ik één ding zeggen. Ik ben zelf, vind ik het op zich wel goed dat er veel kleuren in een raad zitten. Hè, want ik ben bijvoorbeeld zelf persoonlijk helemaal geen voorstander van een kiesdrempel zoals je dat in Duitsland hebt. Dan heb je het risico dat een absolute meerderheid gaat ontstaan van een partij die de absolute meerderheid niet heeft. Te veel versplintering wordt wat lastig natuurlijk. Ja, en dat is ook de zelfdiscipline van de mensen in de raad om het een beetje kort en bondig te houden. Dat is ook een continue discussie. Maar dat er veel verschillende meningen zijn die gewoon mensen vertegenwoordigen, kiezers vertegenwoordigen, daar heb ik geen enkel probleem mee. Vind ik prima. Nee. Daar heb ik graag een laat uurtje voor over. Nou, maar dat is, ik hoor dan wel, dan moet ik zeggen, dat er breedsprakig gesproken wordt, terwijl het eigenlijk niet hoeft. Ja. Maar goed. Dat is vanuit die helikopter, denk ik van, oké, ik heb dit al gehoord, alleen van een andere kleur. Dat klopt. Ja, ik hoop dat, en ik denk ook zelf dat GroenLinks daar niet het grootste aandeel in heeft. Maar ook wij, dat klopt natuurlijk. Als je veel voorbereidend werk hebt gedaan, bijvoorbeeld in de commissievergaderingen, en je weet dat het publiek toch naar die raadsvergadering kijkt, ja, dan vind je het natuurlijk soms toch ook belangrijk om daar toch even te onderstrepen waar je voor staat.
Vooral ook omdat natuurlijk met ook een grote en een veelkleurige oppositie in Roermond is ook iedere keer mijn boodschap, er wordt veel verteld wat niet goed gaat in Roermond. En dat is ook de taak van de oppositie. En ik moet zeggen dat ze ook af en toe een punt hebben en dat is ook goed. Maar er gaat gelukkig ook ontzettend veel dingen goed waar we minder over praten. En ik vind het ook belangrijk dat we daar wel eens een streep onder zetten. Dat de mensen ook beseffen dat er heel hard gewerkt wordt in de organisatie, in het college en ook door de raadsleden. Waarin we allerlei fantastische dingen voor de gemeenschap voor elkaar brengen. Kijk maar eens even waar we vandaag zitten. Hè, wat ook een probleemdossier is geweest. En zo kan ik een heleboel zaken noemen. Waar ik zeg, nou daar ben ik heel erg trots op dat we dit op gemeenteniveau met elkaar voor elkaar boksen. En daar moet ook over gesproken worden, daar moeten beslissingen over genomen worden. En ik vind ook, al zal de oppositie dat misschien niet helemaal met me eens zijn, dat ik ook vind dat we ook echt naar elkaar luisteren en ook meningen goed beargumenteerd. Er worden goede discussies gevoerd en er worden ook meningen en standpunten van elkaar overgenomen. Dat is mijn opinie. Nou, je hoeft het niet altijd op te poetsen, je mag dingen ook wel benoemen. Maar inderdaad, je zou die balans moeten zoeken. Ja, eens. Tussen je ambitie en je prestatie. Ja. Hè? Toch? Ja. Nou, daarom ben ik ook trots dat we als GroenLinks, het gaat niet om de partijen natuurlijk, maar over de dingen die we voorstaan, ook rekening houden met de mensen die het zelf niet kunnen, rekening houden met toekomstige generaties, door ook aan duurzaamheid en klimaat onze bijdrage te leveren. Dat we denk ik in die ruim 8 jaar dat GroenLinks nu ook in het bestuur deelneemt, dat we naast een sterke economische stad, we ook echt uitstralen dat we voor mensen met dementie, armoede wat gedaald is, kinderen die in een moeilijke situatie ook het preventieve, ook op het terrein van groen, hè, want afval is natuurlijk zo'n dossier wat de gemoederen bezighoudt. Maar daar is al die jaren helemaal niets aan gedaan. We waren het slechtste jongetje in de klas als het gaat over het restafval. Nou, en dat neemt nu ziende ogen af. En als er gewerkt wordt, ja, dan vallen er ook wel eens een keer spaanders. Hè, maar ik ben ervan overtuigd dat de zaken die we in gang hebben gezet, uiteindelijk ook zwerfafval bijvoorbeeld, waar we heel hard mee aan het werken zijn in samenwerking met heel veel mensen in de stad. Ja, zo kan ik doorgaan met voorbeelden waar ik denk, nou, dat is mooi dat we dat voor elkaar boksen. Ja, goed. Ik denk dat je de dingen die niet goed gaan en wel goed gaan, dat je dat beide moet benoemen, ja. Denk ik. Ja, dat brengt me een beetje bij de attitude dan, die mij als buitenstaande soms wel eens een beetje storen. Ik was vroeger ook niet veel beter, hoor, moet ik even eerlijk bekennen. Maar die attitude denk ik wel eens van, het zou voor mij wel wat beter mogen. De attitude van? Nou, onderling, tegen elkaar. Oh. Elkaar de vliegen afvangen enzovoorts. Ik persoonlijk denk dat als je nou 6 uur vergadert, dat je dan niet meer aardig kan zijn tegen elkaar. Of los van die 6 uur. Ik denk dat je inderdaad het bij de kern pakt waar in ieder geval een probleem heeft gezeten. Ik denk dat we wel op de goede weg zijn. Als het gaat inderdaad de manier waarop we met elkaar omgaan. Dat is dan niet alleen in de raad, hè, maar ook op de sociale media en dergelijke. Is het niet mijn stijl. Hè, en ik hoop ook dat ik ook als partij, als GroenLinks, dat wij ons daar niet aan bezondigen. Ik zeg ook altijd, als dat gezien wordt, meld het bij ons. Maar dat we echt op de man gaan spelen, dat vind ik echt niet kunnen en is ook niet nodig. En als we dat afleren en meer met elkaar gaan samenwerken, daar hebben we natuurlijk nu in de afgelopen maanden denk ik een goed voorbeeld van gezien. Dat is overigens niet tegen het college. De college heeft gezegd, zullen we ook met het oog op de verkiezingen en de ernst van de problematiek de handen ineens slaan. Nou, we hebben dat opgepakt. Toevallig was dat met Vincent en ik die dan het voorwerk mochten verrichten. En ik ben er heel erg trots en blij op dat we juist in de stad Roermond bijna raadsbreed tot oplossingen zijn gekomen. Waarin we met wensen van iedereen en ook met de kleur van iedereen binnen het huishoudboekje op weg kunnen naar een verdere toekomst voor Roermond. Ja, dat heeft best veel energie gekost, ja. Maar daar heeft iedere partij heeft daar heel constructief zijn bijdrage aan geleverd. En ik denk dat dat wel een basis kan zijn om dat ook weer in de toekomst verder uit te bouwen en het onderling gekissebis waar niemand op zit te wachten,
Waarbij overigens ik volledig achter alle statements sta die we in het verleden hebben afgelegd. Maar je kunt natuurlijk wel zeggen, na al die tijd is het nu wel tijd om de handen ineen te slaan. En te zorgen dat we samen verder aan deze mooie stad gaan werken. Maar ik had een beetje het gevoel, ook bij die financiën en alles wat erbij hoorde, dat het natuurlijk ook wel op een gegeven moment een proces is waar een einde aan kwam. Hè? Dus je stond op een gegeven moment ook als gemeente met je rug tegen de muur, zo van, wat overkomt ons nu? Hè? We zitten midden in een crisis en dit komt er bovenop. En we hadden nog 8 miljoen die we moesten bezuinigen en nu? Zoiets? Nou, laat ik even vooropstellen dat de situatie in Roermond absoluut niet dramatisch is. Er is een omzet van de stad van 200 miljoen. En je geeft het al aan, 5 miljoen was eigenlijk het planning voor bezuiniging, vooral op de organisatie en op de subsidies om dat te stroomlijnen. En dat bleek niet door te gaan, omdat onder andere de problematiek in de organisatie groter is dan we gedacht hadden. Als dat probleem van die 5 miljoen opgelost gaat worden, en dat is natuurlijk bij verschillende partijen inzet van de verkiezing, dan is Roermond ook gewoon financieel gezond. Onder andere een van de credits van Marianne Smitsmans, die met het sociale domein alle nieuwe taken die de gemeente heeft gekregen, desondanks door kwalitatieve verbetering toch een bezuiniging heeft doorgevoerd. Met dat geld kunnen de reserves weer aangevuld gaan worden. Dus de basis voor een gezonde financiële stad ligt er. Maar het gaat natuurlijk niet alleen om de financiën. Het gaat vooral ook wat we als Roermond en als organisatie voor de mensen kunnen betekenen. En dat is wel een echte zorg, vind ik. Want als we de laagste lasten willen hebben voor de burger en een verschrikkelijk ambitieus programma willen hebben en een organisatie die echt gerenoveerd moet worden, dat kan niet samengaan. En daarom is ook GroenLinks wat zegt van nou, er zou wel degelijk de lastenverhoging iets doorgevoerd kunnen worden, zodat we ook veel meer mogelijkheden hebben om belangrijke en zinvolle dingen te doen. En die belastingverhoging die hoeft niet ten laste van de burger te komen met de zwakste schouders. En ook de mensen van buiten de stad bijvoorbeeld zouden daar een bijdrage aan kunnen leveren. We gaan jullie eraan houden. Ja. Ja. Wim, ik wil met jou toch eens praten over de vorige twee colleges en het nieuwe college. Zoals jij op je stoel zit, kan jij mij een antwoord geven, is er weer een cordon sanitair? Komt dat er weer? Nou, ik bestrijd dat we een cordon sanitair hebben. Het is namelijk zo dat bij de vorige verkiezingen hebben een aantal partijen, en dat waren toen zeker bij de voorlaatste verkiezingen, alle partijen op één na, hebben gewoon gezegd, hier staan wij voor, dit is hetgene waar onder deze condities kunnen we verder gaan. En dat was klip en klaar. Hè? En dat is niet zeggen dat de ene niet mee mag doen. Hè? We hoeven niet op de inhoud in te gaan, maar ik werk onder andere in Den Haag. Als je de situatie vertelt van Roermond, begrijpt iedereen het. In de afgelopen periode hebben we gezegd, inzet van het college was de beleidslijnen die we met de voorlaatste coalitieprogramma hadden doorgevoerd. En degene die zich daar achter konden scharen, die zijn ook gewoon verder gegaan. Dus van een cordon sanitair is geen sprake geweest. Er zijn natuurlijk wel onderdelen geweest in het verleden, en dan wijs ik op die statements. Ja. Dat is iets wat we zeggen, dat is een no-go, of dat is een absolute conditie om mee te kunnen doen. Hè. En die bleven natuurlijk staan. Hè. En ja, ook die zaken blijven geldig voor deze periode. Maar wat ik zeg, en dat heb je ook gezien nu in de laatste maanden, dat ik denk dat de weersverwachting en de sfeer zodanig is dat ik mogelijkheden zie om in ieder geval weer nieuwe wegen van bredere samenwerking met elkaar in te gaan. Waarbij wat GroenLinks betreft natuurlijk de beleidslijnen die we in het verleden hebben ingezet. Duurzaamheid willen we natuurlijk dat niet onder druk gaat komen. De sociale kant, het rekening houden met de zwakkeren in Roermond, want daar is nog een heleboel te doen. Dat is natuurlijk de essentie waar het om gaat. Ja, nou goed. Politieke antwoord, hè? Ja, nou, goed verstaan, er heeft al woord nodig. Maar een raad moet een afspiegeling zijn van de samenleving. Ja. En nu was bijna een derde stond aan de kant. Nee.
Ja, ze waren aanwezig, maar beleidsmatig niet. Nee, daar ben ik absoluut niet met je eens. Kijk, als je een coalitie is nooit raadsbreed. Hè? Dus er is altijd een minderheid en als dat 30% is, is dat 1/3. Het zat verzameld in één partij en nu zijn het... Wat meer. Dat is ook zo. Hè? En daarom is het ook, ook natuurlijk aan die partij, hè? We hebben het natuurlijk over de LVR in dit geval, waar zeer bekwame mensen zitten, die een groot gedeelte van Roermond vertegenwoordigt, ja, is het ook aan hen om na te denken hoe men in de toekomst ook weer verder aan eventueel, als het aan de orde is, in bestuur kan gaan deelnemen. Maar ze hebben natuurlijk niet aan de zijkant gestaan, hè, want ze hebben een krachtige oppositie gevoerd. En zoals ik net al zei, en dat kun je ook gewoon nagaan, op het moment dat de oppositie, en heb ik het niet alleen over de LVR, maar ook over alle andere oppositiepartijen waarvan ook waar zeer bekwame raadsleden bij zitten en ook een flink aantal, naar mijn idee, met de beste intenties, dat die voorstellen ook echt met wisselende meerderheden zijn aangenomen. Van beide kanten. Dus dat heeft ook echt, van beide echt wel zijn nut. Dus we kijken ook echt op de inhoud. En een ander punt is, wie dan ook het initiatief neemt, als Roermond in het gedrang komt, dan pakken we allemaal samen. En ik hoop dat dat de burger ook ziet. Nee, maar goed. Kijk, in de politiek is het give a little, take a little. En, maar goed, ik wou het even met jou bespreken. Ja. Waarbij ik natuurlijk wel wil benadrukken, want we hebben het dan erg veel over oppositie en coalitie, dat we natuurlijk ook binnen de coalitie, en dat zijn partijen waar we natuurlijk al jarenlang mee samenwerken, dat we dat natuurlijk ook hartstikke fijn en goed vinden, dat we natuurlijk al 2 keer 4 jaar lang met een prachtig programma, waarin wij vinden dat ook belangrijke zaken van ons, maar ook de andere dingen, zoals bijvoorbeeld die belastingverhoging, ook al die jaren niet doorgevoerd is. En continuïteit en betrouwbaarheid is natuurlijk ook heel erg belangrijk. Nou, van harte. Ja. Wim, even toch naar maart volgend jaar. Hoe zie jij de toekomst voor GroenLinks? Ik ben positief gestemd. Ik ben ervan overtuigd dat GroenLinks een belangrijke rol blijft spelen. Ook omdat we een fundament hebben neergelegd. Een heleboel zaken kunnen laten zien wat we in de afgelopen 8 jaar en natuurlijk ook eerder al in Roermond voor elkaar hebben gebokst. We gaan een prachtig ambitieus programma die ook realiseerbaar is voor elkaar zetten. Ik ben zelf voorzitter van de kandidatencommissie. Ik denk dat we met een prachtige lijst gaan komen. Ik ben benieuwd. GroenLinks is de enige partij geweest waar de helft al vrouw is. En met een van de 2 wethouders is dat ook al 50%. En op die weg gaan wij door. Met oude gezichten, nieuwe gezichten. Marianne Smitsmans, daar ben ik heel blij om. Die de kar blijft trekken en ja, Marjan is voor de stad goud waard. Wim, aan het eind van het programma, ik ga je natuurlijk hartelijk danken voor dit interview. Vraag ik altijd, wie zit er op deze stoel of wie zit er tegenover mij de volgende keer? Ja, nou dan wil ik graag het stokje overgeven aan Michael Kalthoff. Michael heeft in deze periode het fractievoorzitterschap van Wilbert Dekker, die ik ook zeer waardeer, overgenomen. Een hele fijne collega om mee samen te werken, ook te sparren, om mee te sparren. Dus daar heb ik heel veel plezier en ook steun van gehad. En ja, ik zou het heel fijn vinden als hij zijn bijdrage aan jouw programma gaat geven. Ik ga het hem vragen. En mag ik jou hartelijk danken en ik wens jullie heel veel succes en wijsheid. Dankjewel. Voor de komende verkiezingen. Dankjewel Rob. En jij succes met alle mediaactiviteiten voor de stad. Dankjewel.